De vorige keer proefden we de witte Tardana wijn, ondervonden we dat Nederlands wijnen ecologisch en veganistisch zijn en aten we de paella van Marie Carmen. Hoi! Hallo! We zijn in het centrum met Nele Wijn. Nelemanwijn. We zijn op pad en wij gaan de Valencianen eens kennis laten maken met Nelemanwijnen. Dus dat. We gaan een beetje freestylen, dus let's go. Daar gaan we, op zoek naar een gewillige local. Dat is nog best een uitdaging, want zoals je kan zien is Valencia's centrum uitgestorven bij gebrek aan toerisme. We wijken daarom uit naar de zee. Daar ligt de wijk El Cabanyal, een oud vissersdorpje dat bruist van de terrassen en de marktlui. We bezoeken ons stamcafé en zijn benieuwd wat ze daar van de Nelemanwijnen vinden. Gaan meer mensen de Boral laten proeven? Er zijn verschillende soorten wijnproevers. De naar zuurstof zuigende gorgelaar. De naar associaties zoekende fijnproever. En dan hebben we nog de zwijgende goedkeurder. ¿Sabéis qué significa esto? Jesús, no sé, Foken es Foken, Uruguay. Jesús, Foken, Uruguay. Vamos a apoyar un poquito. Salud y fuerza. Está más bueno. Suave. Está más suave. Más suave. Laten zien wat voor wijnen we op staan nemen. Jawel, dat is de... Wow. Het heb ik helemaal erop. Kijk, cool. Dat is hij wel. Exacto, y además está escrito en 2018. Es más fácil para nosotros entender de qué año es. Toca y hay que también recorrerse. Entra suave, pero sí tiene este toque de acidez al final, en el fondo de la bomba. Ariel, ¿te gusta? Mucho. ¿Sí? Oh, vale. Pasamos. En op de valreep troffen we een wijnexpert. Está fácil de entrar. Se nota que es un vino joven. Pero tiene poco cuerpo, pero tiene mucha fruta, mucho aroma. Eres experto, ¿eh? Yo hice un curso de sommelier. Mira. Zie je die step daarachter? Die zijn onwijs populair in Valencia. En dat was hem alweer. Veel wijn en veel lol. Verder kunnen we concluderen dat de Nelemanwijn goed in de smaak valt bij de Valencianen.
In de volgende aflevering onderzoeken we het verhaal achter de fiets op deze wijnfles van Neleman. Want hoe zit het eigenlijk met de fietscultuur in Valencia? We zoeken het weer gezellig uit. Kijk je mee? Hasta la próxima!